Er is weer een nieuwe meidengroep opgestaan in Nederland, Erik. Ja, dat klopt. En er zijn natuurlijk al veel meidengroepen geweest, maar ook al jarenlang niet meer. En dan hebben we eerst een paar boybands gehad. En nu komt er een meidengroep, er komt er trouwens nog een aan. Daar ben ik zelf mee bezig. Maar oh, ja? Dat is heel iets anders. Maar dit is ook een goeie. Ik heb ze eigenlijk nog niet zoveel van ze gezien, maar als je dit clipje ziet, dan is het eigenlijk hartstikke goed. Ze zijn ontdekt door de gitarist van Alain Clark. Nou, Alain, die ken ik goed en is een waanzinnig goede componist. Dan weet je meteen, oké, ik hoorde dat, nou dat moet goed zijn. En die heeft een heel goed liedje geschreven, kijk mee. Leuk, Erik. Hey, ik ben Anna, ik zit in Adam. En ze noemen mij ook wel prettig gestoord. Je m'appelle Lulu et je suis le rock hippie. Ik ben Eva en ik zit in de girlband Adam. En ik vind het leven één groot fucking feest. Ik ben Suzanne en ik vind er wat van. Ik ben Sanne en ik ben de Lolita van de groep. You never seen the likes of me, I'm psycho beautiful. Er zijn veel te veel jongensbands. We moeten laten zien dat die meiden ook wat kunnen. Je hebt One Direction, je hebt al die saaie jongens. Weet je wel, laat die chicks een keer komen. Wij hebben gewoon uit onszelf zin om boodschap te brengen en onze mening te verkondigen door middel van super toffe muziek te maken. Ik vind ze wel leuk. Ze zijn wel leuk, hè? Ja. En ze zien zichzelf als een soort kruising tussen Pussy Riot en de Spice Girls. De een vinden ze iets te heftig en de ander iets te lief. Dus ze willen er tussenin gaan zitten. Ik weet maar niet. Hadden jullie door dat daar Poetin lookalike als een soort van drag queen? Ja, ze willen een soort statement maken. Okay. En ze gaan ook daar een beetje op in. Maar goed, dat is lijkt niet heel belangrijk eigenlijk. En een van die meisjes herkende ik even erin. Dat was dat is Anna Speller. En die zat in Chaotic ooit. Chaotic kwam uit het programma, Star Maker. En dat was de voorloper van Idols. En ik weet nog wel, ik was toen stinkjaloers op de Bollands. Want die waren daar de jury. Oh, daar met die ketting om. Gigasucces was het. En toen had ik natuurlijk nooit kunnen vermoeden dat ik later zelf ook zoiets zou gaan doen. Maar ik weet wel dat ik het te gek programma vond. En jaloers was op het succes van het groepje ook. En nu gaat zij gewoon weer door. Ze gaat het gewoon nog een keer doen. Even, alsjeblieft, hoe heet die band van jou waar jij mee bezig bent? Wat is dat? Girls on Top. Girls, nou de titel is goed zeg. En hoeveel dames zitten daarin? Hoeveel? Ja? Vijf. Vijf, dat is iedere man's fantasie. Geweldig. Oké, wanneer gaan we daar iets van horen? Ja, een maandje of zo. Okay, mooi. Wie zitten erin? Kennen we die? Geen mensen uit Keel. Maar wel bekende mensen. Nee, het zijn allemaal nieuwe meisjes. Nee, geen bekende mensen. Okay, goed. Hele goede nieuwe meiden.